Hallo mama's, papa's en de Dreumissen. Ik heb een klein stukje les voor jullie die we samen kunnen doen. Voor kindje van 1 tot 2. Samen met jullie ouders. We waren gebleven bij kleuren. Misschien wil je heel eventjes mijn video stopzetten om even wat spulletjes te gaan zoeken in huis met verschillende kleuren. En ouders, misschien kan je ook iets zoeken wat dezelfde heeft. Dan kunnen we samen eventjes gaan matchen. Doe dat maar even. Misschien heb je al wat dingetjes gevonden. Ik heb ook wat meegenomen. En deze kennen jullie allemaal natuurlijk. Ik heb verschillende spulletjes. En die hebben allemaal een andere kleur. En kleuren benoemen, ouders, dat is nog een beetje lastig. Want hun vocabulaire is ook nog niet zo ver dat ze alle kleuren kunnen benoemen, herkennen en benoemen. Maar ze kunnen wel matchen. En je kan ze wel vragen stellen door bijvoorbeeld een hoopje van spulletjes te maken met dezelfde kleur. En dan net even iets anders ertussen te leggen met een totaal andere kleur. Dus allemaal spulletjes die geel zijn. En dan een blauwe knikker of een blauwe bal ertussen leggen. En dan vragen, welke hoort er niet bij? Of op deze manier de spulletjes die je hebt gevonden in je huis even gaan sorteren op kleur. Ik heb hier rood. Misschien hebben jullie ook wel iets roods. Dan kan je het even pakken. Pak maar eens wat rood is. Ja, heb je iets gevonden? Als je het nog niet had gevonden, dan kan je het misschien nu nog pakken. En dan zing ik voor jullie een liedje. Goed. Rood zijn de tomaten. Ken je het liedje nog? Rood, rood, ja rood zijn de tomaten. Rood, 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 tomaten die zijn rood. Mijn linker en mijn rechter oog, die zien de hele regenboog. Kleuren op een rij, ja welke kleur kies jij? Misschien hadden jullie geen rood, dat kan. Misschien hadden jullie wel iets gevonden dat... Kun je zien welke kleur ik hier heb? Hebben jullie ook iets gevonden wat deze kleur heeft? Ja? Laat maar eens zien aan je mama of papa. Deze kleur die heet geel. Nou, en geel, ik hou heel erg van bananen. Geel zijn de bananen. Zingen jullie het liedje nog een keer mee? Geel, 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 ja geel zijn de bananen. Geel, 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 bananen die zijn geel. Mijn linker en mijn rechter oog, die zien de hele regenboog. Kleuren op een rij, ja welke kleur kies jij? Hadden jullie ook niks geels? Niks roods. Misschien had je dan wel iets groens. Heb jij ook iets groens? Kijk eens bij jouw spulletjes en kijk eens of je daar iets kan vinden wat deze kleur heeft. Misschien kan je het niet zo goed zien. Misschien moet je mama of je papa je even helpen. Groen. Wat is er groen? Pak het maar. Dan ga ik voor je zingen. Goed? Hey, en ik hou heel erg van zure groene appels, die vind ik het allerlekkerst. En het allerlekkerst in de appeltaart. Maar ik kan hem ook zo eten. Zing je mee? Groen, groen, groen. Ja, groen zijn alle appels. Groen, groen, groen. De appels die zijn groen. Mijn linker en mijn rechter oog, die zien de hele regenboog. Kleuren op een rij. Ja, welke kleur kies jij? Hé, hey, misschien had jij niks groens en niks roods en niks geels. Maar dan ga je dadelijk met mama lekker, of met papa, lekker het liedje zingen over de kleur die jij had. Succes! Hey, en ouders, ja, waarom is speelgoed altijd zo kleurrijk? En vaak ook heel waaierig. Maar speelgoed is kleurrijk omdat ons brein nu eenmaal zo ontwikkeld is dat we heel gevoelig zijn voor visuele prikkels. We leren, heel veel mensen leren heel visueel, moeten iets zien, kunnen het dan uitvoeren. Maar denk ook aan verkeersborden met kleuren, zonder al te veel tekst. Geeft ons heel duidelijk weer wat we moeten doen en wat we niet mogen doen. Hey, we gaan eventjes lekker samen warm worden. Dus je mag al je spulletjes even aan de kant leggen. En dan mag je gaan staan. En dan hoop ik dat jullie een klein beetje mijn muziekje kunnen horen. En mij nog kunnen horen. En dan gaan we eens eventjes het verschil oefenen tussen zijwaarts stappen. Probeer dat maar eens. Zet je voetjes bij elkaar. En dan ga je stap en sluit. En stap. En sluit. En ouders, jullie kunnen achter je kindje gaan staan. Dus ik ben even de ouder. En dan kan je je kindje bij één voetje pakken. En dat voetje zet je naar de zijkant. En dan volgt het andere voetje waarschijnlijk vanzelf. Misschien wil je op je knieën gaan zitten. Dus je gaat het eerste voetje bewegen. En dan gaat die andere vanzelf mee. En ook als je kindje nog niet kan staan, kan je toch met hulp eventueel wat druk op die voeten zetten. En zijwaarts stappen. En als het nou heel goed gaat dat zijwaarts stappen, dan gaan we eens wat sneller met een klein hupje ertussen. En weet je hoe dit heet? Dit heet galopperen. En dat doe ik heel bewust van links naar rechts op dit moment. Omdat ik wil dat ze zowel deze kant op kunnen stappen als deze kant. Probeer dat maar eens een keer. Hop, hop,
En misschien kan je thuis je eigen liedje opzetten die je fijn vindt. Dan ben je het maar van mama of papa. Ja goed. Hey, de volgende oefening die we doen is we gaan stappen. Maar dan gaan we stappen als een grote olifant. Dus je gaat die knie goed optillen. En dan stamp je met je voet op de grond. Dus je gaat op als een olifant. En bam. En misschien hoor je wel de grond trillen. Bam. En bam. Dan gaat die knie omhoog. Doe maar eens mee. Stap met die knie omhoog. Hey, en dit ouders. Uiteindelijk moet je maar eens kijken wat het uiteindelijk wordt. Uiteindelijk wordt het een vloeiendere beweging. En gaan we huppelen. Maar dat leren we pas rond een jaar of 4. Dus we hebben echt nog even de tijd. Maar waarom zouden we niet alvast oefenen met die knieën omhoog en die voet omlaag? Knieën omhoog en voet omlaag. Probeer maar eens. Hop. En knietje omhoog. Heel hoog. Als je een hele grote olifant bent. Goed zo. Hey, en dan gaan we eens even kijken of we samen of met hulp van mama of papa kunnen springen. Ik ga bijna uit beeld, zie ik. Dus we gaan springen. En misschien gaat je kindje alleen nog een soort squat maken, nog niet omhoog. Misschien gaan ze een klein huppeltje maken. Maar als jullie het laten zien, en ik, dan gaan we misschien wel een klein stukje omhoog. En ik doe heel bewust mijn handen ook van laag, hop, omhoog. Want mijn handen doen ook mee, hè. Hop, omhoog. Hé, en zullen we dat eens samen doen? 1, 2, 3, omhoog. Doen we nog een keer. 1, 2, 3, omhoog. Zo, dat doen jullie knap. Heel goed. Lekker warme benen hebben we. Hey, hebben jullie nog geoefend met de kop rond thuis? Ik hoop het wel. Ik ga hem een keer laten zien. Belangrijk bij de koprolouders is dat je kindje start vanaf de voeten. Dus laat ze niet vanaf de knieën proberen. Krijg je je billen nooit over je hoofd heen. Dus, voetjes op de mat. Handjes dicht bij je voeten. Als je al zelf wil starten. Dan kijk je naar je buikje, je billen over je hoofd, hop, en je rolt. Hey, en als je dat nog niet vanuit stand kunt, dan gaat mama of papa je helpen. Ouders, je kan je kindje aan de zijkant, als een zak met aardappelen, zo vasthouden. Bij je zij, arm om de middel, dicht bij de grond, dus ik zit op mijn knieën, handjes gaan richting de mat. Heupjes omhoog, misschien een klein beetje helpen. En rustig rollen we zo op de mat. Dat is een koprol waarbij ik veel help. Dat is prima. Eerst horizontaal. Handjes richting de mat. Eventueel het hoofdje een beetje indrukken. En we rollen echt op het achterhoofdje. Niet op het, bovenop het hoofd. En we steunen ook niet op ons hoofd. Dus het is echt een hele rustige beweging. Kan je kindje het wel alleen? En gaan ze dus al op deze manier klaarstaan? Sommigen doen dat ook. Maar die gaan al zo van, kom maar helpen. Dan ga je heel rustig bij de heupjes pakken. Til je ze omhoog, dus dat het hoofdje de mat wel aanraakt, maar dat je niet druk zet op het hoofdje. En dan rol je op deze manier door. Dat is de koprol voorover. Een aantal van jullie hebben deze al heel veel geoefend in de les. Maar ga lekker thuis door oefenen. Zou fijn zijn.